Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer terug met een video en ik heb hier echt ontzettend veel zin in. Dit is een andere video dan normaal, het is namelijk geen weekvlog, maar ik ga jullie vandaag twee daagjes meenemen. Want ik heb voor Judith, mijn beste vriendin, voor de mensen die dat niet weten, de mensen die me al heel lang volgen, die weten dat denk ik wel. Judith is mijn allerbeste vriendinnetje. Judith is vorige week 21 geworden en als verrassing ga ik haar vandaag meenemen naar een hotel. En ze weet van niks. Ze weet dat we een nachtje weggaan, dat weet ze wel. Maar ze weet niet waar en wat we gaan doen. En nou ja, ze weet eigenlijk gewoon vrijwel niks. Dus we gaan zo meteen in de trein. We moeten best wel lang reizen, 2 uur. Ja, dan ga ik haar meenemen naar een hotel. Ik hou voor jullie ook nog eventjes als verrassing welk hotel we gaan en waar we heen gaan. Zodat het voor jullie ook nog een beetje een verrassing is. Maar ik ga jullie vandaag en morgen gewoon meenemen. Want ik wil dit ook heel graag voor mezelf vastleggen en voor Judith. En ja, ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Dus nou, let's go naar de trein. Daar zit ze hoor. Het is spannend. Ja, omdat ik niet weet wat we gaan doen. Wat denk je? We kunnen naar de Zaanse Schans om kaas te proeven en klededracht, zeg maar, een foto te maken of zo. Of we gaan naar zoiets zoals een Preston Palace, iets wat ik misschien bikini meenemen en we gaan ergens slapen. Dus we kunnen of met Laura thuis slapen of we gaan ergens slapen. Want we gaan trouwen. Trouwen. Een dag. Dus wel dat je zo dat je één dag gaat trouwen. Dat zou ook kunnen. We gaan niet naar het strand. Want ik moest geen badlaken meenemen. We gaan niet naar een musical, want het speelt niet. Nee. Helaas. We gaan helemaal niks doen. Zou wel bij mij passen. Dat we gewoon ergens gewoon gaan zitten en dan gewoon ja, dit is het. Vanochtend dacht ik ook nog. Misschien gaan we wel naar. Nee, dat is niet waar, laat maar. Oké, doei. Genieten jongens. Deze meid die snapt echt niet wat we gaan doen. Ik denk dat je het nu wel ongeveer kan raden, want je hebt het net kunnen zien. Hier achter me is het Apollo Hotel en daar gaan we slapen. Oké, ik ga ook gewoon verklappen wat we allemaal gaan doen. Jawel. Nee. Jawel, want ik wil dat nu gewoon verklappen, want ik kan het niet meer, ik kan het ook niet meer aan. Dus we gaan in dit hotel slapen. Daarnaast is de Harbor Club. Daar gaan we vanavond eten en dan krijgen we een verrassingsviergangen diner. Oh nee. Nu komt het grappige, maar ik hoop dat we dat nog kunnen doen. Want als het gaat heel hard gaat regenen en zo, denk ik niet. Maar dit zit aan het water. En we gaan straks in een bootje leren varen. En dan gaan we varen. Wat leuk! Oh, dat vind ik echt leuk! Ja, dat dacht ik al. Oh, wat leuk! Dus Apollo Hotel Vinkeveen gaan we slapen. Het zit aan het water, dus dat is vet leuk. We moeten onze bikini meenemen. Ja, ik dacht, als het nou echt mooi weer is, dan kunnen we onze bikini gewoon lekker aandoen. Oh, wat leuk! Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik vind het ook heel leuk. Leuk had van, dat kan natuurlijk niet. Dat maakt het niet uit. Ja, dat is best wel een luxe restaurant. Dat ken ik wel, denk ik. Ja, is dat bekend? Jawel, daar eten vaker wel mensen. Heel klein mensen. Ja. Nou, zou best kunnen hoor. Nou. Wat is het eigenlijk? Een sloep, dus gewoon een boot. Spannend. Ik ga niet te veel naar het kaartje kijken, ze hebben heel persoonlijk gegeven. Oh! Oh! Oh, wat leuk! Heel leuk! Oh, echt heel leuk! Oh, ik weet wat we moeten doen! Nee, nee! Oh, hij moet erin, ja. Oh, ja, maar hier ben ik zo verliefd of zo. Oh!
fucking Nespresso. Fijn. Ook een fles wijn. Maar moeten we dit betalen? Oeh, ja, dat weet ik. Ik denk het niet hoor. Nee. Wat leuk. Nou, en anders betalen we het lekker. Die smeg kok als ik wil het. Oké, wat hebben we hier? Oh, wat leuk. Heel mooi. Ja, love it. Hebben we ook uitzicht of kijken we op de weg? Oh, we kijken op het terras. Wat leuk. Oh, Jut, kijk nou. Oh, gaan we in zo'n bootje? Ja. Dat vind ik echt heel erg leuk. Kennen jullie dat liedje? Ja, het is tijd voor de billen shake. Het is niet tijd voor de billen shake, maar wel voor de bedden shake. Ah, die. Twee. Eén. Ja! Dit is zo dom. Het zijn mijn klassen dat ik zo klonk. Als het verkouden was. Geleden gereserveerd. Gewoon er maar niet uit. Ja, maar wel een beetje opschieten. Ik ben aan het opschieten. Ja. Nee, we gaan zo meteen eten. Dus mega veel zin in. Ik weet alleen nog niet wat we krijgen, maar het zal vast heel lekker zijn. To you. Zo'n goede cameravrouw. Oh. Oh nee, die wesp. Oh, wesp. Pam, vertel eens iets. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat we hebben. Maar we denken dus dat we een bloemkool hebben van de geel. Noedels. Noedels natuurlijk. Met sojaboontjes, sojasaus, lenteuitjes. En wat jij hebt, ja, ik ben er nog niet. Ik weet niet. Het ruikt in ieder geval heel lekker. Ja, precies. Ja, dus ik weet het niet precies, maar het is ook allemaal verrassing en we weten het gewoon niet. Dus we eten het gewoon. Het is in ieder geval groente. Roos. Om dat hele tijd te doen. Ja, nee, dit is het leukste. Dus dat is geen schip. Ja. Nee. Dat snap ik. Dat dacht ik. Er staat ziekenhuis in de keuken, maar ik hoop dat ze het niet lust. Oh. Snel nog opeten. Ja, precies. Dankjewel. Ja. Ik heb een pip. Kijk, ze hebben daar, als ik even de privacy scanning mag doen. Daar hebben ze vuurwerk gekregen voor een verjaardag. Maar wat niemand weet in het restaurant is dat we hier eigenlijk zijn voor mijn 21ste verjaardag. Nee, ik verdien het nu niet. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik wil zeggen, met onder het genot van dit mooie kaarsje. Omdat Pam en ik hier al sinds 7 uur zitten. 7, 8, 9, 10. Zitten al meer dan 3,5 uur in het restaurant. En we zijn heerlijk aan het genieten van elkaar, van onze vriendschap, van het eten, van het leven. En we hebben een hele fijne dag gehad. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar er zijn daar heel veel leuke lichtjes. Oh, daar was ook eventjes een onweer. Een bliksemflits. Ja, het gaat namelijk ook een beetje onweer, denk ik. Ja, maar kijk weer hoe mooi het er weer uitziet. Sorry. Nou, het is gewoon echt heel erg genieten. Zometeen gaan we naar de kamer. Ja, dan gaan we chillen willen. Ja. Muziekje op, nee, tv aan denk ik. Leuk hè? TV kijken, ja. Nou, we zijn er weer. Oh, we zijn er weer hoor. Wat een licht hier al. Even schrikken. We gaan nu terug naar onze hotelkamer. We hebben heerlijk gegeten. En we gaan echt niks anders zeggen dan dat ik echt heerlijk heb gegeten. Ik denk echt oprecht. Dit was mijn favoriete keer ever uit eten. Gewoon. Ja, maar het personeel was echt super gastvrij. En ja, daar hou ik gewoon heel erg van. Mag heb jij die kaart niet? Of heb ik die kaart? Heb jij. Hou jij maar even vast. Ik ontlok de door wel eventjes. Ja, nou, ik heb gewoon echt... Geen woorden voor. We hebben echt genoten. We hebben ook echt lang gezeten. We gingen om 7 uur eten. We waren om 7:15 waren we er. Maar het is nu heel koud in de kamer.
Nou, oh, dit mag even uit. Jezus. Maar zullen we het wel heel even opruimen? Vrieskist. Ziet er nog wel uit? Het ziet er echt niet uit. Lekker ontbijten. Lekker hoor. Heel lekker. Ik ben inmiddels weer thuis en ik kan echt niet met woorden omschrijven hoe bizar fijn ik het heb gehad met Judith. En dat vonden we echt allebei. We waren natuurlijk maar een nachtje weg, maar het voelt zo alsof ik gewoon eventjes ertussenuit ben geweest. En dat was even zo fijn, want ik begin maandag weer met school. Sorry voor al die plukjes haar die ik aan het weghalen ben. Nou, ik begin maandag dus weer met school, dus dan begint alle hectiek weer. En het was echt even lekker om zo vlak voordat het begint even ertussenuit te gaan. En misschien moet ik even mijn oortjes uitdoen, het ziet er raar uit. Ja, we hebben echt zo genoten, het was zo leuk. En het is ook echt wel een goede tip. Ik zal even in de beschrijving de site van Apollo Hotel Vinkveen neerzetten. Want het is echt wel een hele goede deal. Ik weet even niet de exacte prijs, maar volgens mij heb je voor 100 euro ongeveer een nachtje slapen, ontbijt en een viergangen diner bij de Harbor Club. En ja, dat is gewoon een hele goede deal. Want het restaurant is niet goedkoop, zou ik zeggen. Dus als je daar los gaat eten, ben je waarschijnlijk veel meer geld kwijt. Maar goed, ik ben dus nu weer thuis. Judith komt zo nog even hierheen, want we gaan even samen nog eten. Maar ik was op de terugweg langs de Brandy Melville gegaan in Utrecht. En het leek me leuk om eventjes te laten zien wat ik heb gekocht. Hier heb ik de mega grote tas, maar ik heb niet zo heel erg veel gekocht. Ik heb als eerste dit super leuke blouseje gekocht. / shirtje. Ja, echt mega leuk. Het is echt een hele fijne stof, een hele dikke stof. En ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik had deze al wel gezien, ook met printjes en zo, maar dat vond ik allemaal een beetje te heftig. Maar ik vind hem zo in het wit echt mega leuk. En dan kan je gewoon met heel veel combineren. Dus ja, gewoon een hele fijne basic. En deze was 25 euro. Weet je wat het is? We gingen ook langs de Brandy, want dat is echt van ons allebei echt een van onze lievelingswinkels. De mensen die mij al heel lang volgen, die weten dat. Want ik denk dat ik daar al vanaf mijn 14e of zo kom. En ik ging er vroeger echt wekelijks heen. Toen ik nog in Amsterdam op school zat. Het is echt gewoon altijd al mijn lievelingswinkel geweest. En dat gaat denk ik ook nog heel lange tijd zo blijven. Ja, ik had dit allemaal niet nodig. Maar ik weet gewoon als ik iets bij de Brandy koop, dat ik er heel erg blij van word. En dat ik het gewoon heel vaak draag. Ja, ik heb er ook weer 2 scrunchies gekocht. Dat is ook gelijk een tip. Als je bij mij leuke scrunchies ziet, dan zijn ze eigenlijk 80% van de tijd van Brandy Melville. En als dat niet zo is, dan zijn ze van AliExpress vaak. Daar haal ik er ook vaak veel. Maar nu eigenlijk bijna altijd alleen maar bij de Brandy. Altijd als ik daar kom neem ik wel 1 of 2 scrunchies mee. Dus heel veel van mijn scrunchies zijn van de Brandy. Goed, ik heb er nu dus ook weer 2. En deze 2 vond ik allebei heel leuk. Deze vind ik gewoon echt top. Ja, kan je ook gewoon met heel veel combineren. En deze blauwe vond ik ook gewoon heel leuk. En ik hou heel erg van blauw. Ik zie ook nu aan mijn scrunchie rekje dat ik heel veel blauw tintjes heb. Maar ik hou daar gewoon heel erg van. Dus die. En die zijn 3 euro per stuk. En dan heb ik als laatste nog echt een mega leuk t-shirt gekocht. Die ik ook zeker weten niet nodig had. En dat is deze. En ik heb al 2 van dit soort shirtjes. Zeg maar in dit model. Maar dan met een ander printje. Maar ja, het is gewoon top. Ik draag dit gewoon heel graag. Ze zijn ook een beetje cropped en oversized. En ik vind dat gewoon top. Dus wederom kon ik het niet laten liggen. Dat is wel een dingetje. Brandy Melville is echt niet de meest goedkope winkel. Naar mijn mening ook zeker niet duur. Het ligt er een beetje aan wat je koopt. Voor de simpele t-shirtjes en zo is het echt wel prijzig. Maar als je gewoon ja, wat apartere dingen koopt. Zoals dit shirt die je echt nergens anders zo kan vinden naar mijn mening. Dan vind ik dat allemaal best wel meevallen. Maar ja, het is echt mijn lievelingswinkel. En ik koop er gewoon met liefde. Dus ja. Boe! Ook een beetje. Ik geef het toe. Niet ik goed. Geef het toe. Niet goed genoeg. Nee, sorry. Wat hebben we? Pizza!
Yeah.